Belofte maakt schuld, daarom bezoek ik alle vestigingen op de fiets. Ik wil daar graag de sfeer proeven en jullie natuurlijk een beetje beter leren kennen. Na een bezoek aan Bogane Zutphen, Renault en Dacia vestiging, ga ik nu naar Boekhorst Zutphen, een vestiging 400 meter verderop. Mooi voorbeeld van hoe twee bedrijven vlak bij elkaar goed kunnen samenwerken. Mijn naam is André van der Belt. We zijn hier op de vestiging Boekhorst Zutphen. En ik ben hier de vestigingsmanager. We hebben hier in totaal twee collega's op de receptie en vijf collega's op de werkvloer. Het jaar 2022 was voor Boekhorst Zutphen was het een prima jaar. En het eerste kwartaal van 2023, dat ziet er ook goed uit. We zijn nu bezig met de planning om twee nieuwe spuitcabines te installeren. In verband eentje die is al afgekeurd en de andere die staat ook half op instorten, zeg maar. Dus ja, daar zullen we wat mee aan moeten. En dat is investeren. Het is hier behoorlijk opgeknapt trouwens, vind ik. Dat is wel echt super fijn, hè? Ja. Vooral voor jullie zelf. Ik bedoel, heel veel klanten komen hier denk ik niet om te wachten. Nee. Dus het is wel lekker, denk ik, hè? Ja, het is lekker fris en we hebben mooie zonneschermen en het is goed geïsoleerd nu. Ja, ja, dat klopt. Ja. Vanwege die kozijnen die nu vervangen zijn, hè? Ja. En de screens ervoor, ja. Ja, het is hartstikke mooi geworden. Mooie balie. Ik wil graag van jou weten, van de vestiging Zutphen, waar jij trots op bent natuurlijk. Ik ben trots op de jongens hier. Trots op je team? Ja. Ja. Wat ze allemaal doen, wat we samen allemaal doen. Ja. Ja, en dat hoorde ik voor net ook al, ja. Dat gaat allemaal in goede harmonie gaat het hier. Fijn. En daar ben ik, daar ben ik trots op. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, zeker. Mooi. Ik begreep net van André dat we willen vervangen voor een all-in-one, zei je? Ja, all-in-one en een gewone. En een gewone, hè? Een gewone, ja. Ja. Ja, dat is ook wel nodig, hè? Ja? Ja. Ja, nee. Ik begreep, volgens mij was het al een paar jaar nodig, want die doet al heel lang niet meer, hè? Al 2 jaar. Die is allemaal overleden en deze staat ook zo'n beetje op instorten. Ja. We hebben deze picknicktafel uitgegeven. Wij hebben de 1000 euro geïnvesteerd in een hart van ander. 3, 2, 1.